Collega Marianke Peters had enkele dagen geleden een interview met de Goudse burgemeester Milo Schoenmaker. Ze spraken onder andere over het veiligheidsbeleid in Gouda in 2017 en de woninginbraken. Ook komt het onlangs gesloten Groene Hart bestuursakkoord even aan de orde. Burgemeester Schoenmaker, welkom in de uitzending. Hartelijk dank. Allereerst de allerbeste wensen nog. Het is wel wat ietsje later, maar het mag nog, hè? Het mag nog, zeker. Ja. Voor u hetzelfde. Dank u wel. Ja, ik hoop dat het een mooi jaar mag worden voor zowel u persoonlijk, maar ook voor alle kijkers naar RTV Goudstad. Ja, ook. Ja. Er staat wel wat te gebeuren, maar ik wil eerst even terug naar oud en nieuw. En we hebben vorig jaar natuurlijk project Basta gehad, dit jaar niet. Hoe is het eigenlijk verlopen? Ja, redelijk goed. Ik zeg redelijk omdat er nog steeds te veel wordt ingebroken in Gouda. En dat was ook in het jaar 2016 het geval. Zeker in de maanden vanaf september tot en met november. Ja. De cijfers van december moet ik nog krijgen. Het lijkt erop dat dat weer iets beter was. Maar nog steeds structureel te hoog. Ja. Er zijn wel extra maatregelen genomen rond de kerstdagen. Dat heeft wel geholpen. Extra toezicht, hè? Extra toezicht, ja. Zowel vanuit de politiekant, maar ook vanuit de gemeente. Het heeft wel geholpen. We gaan binnenkort horen hoe de totaalscore is geweest. Ja. Maar dat woninginbraken ook voor 2017 nog een grote prioriteit moeten hebben, dat is absoluut duidelijk. Ja, ja, want we gaan natuurlijk naar het nieuwe integraal veiligheidsbeleid. Staat binnenkort op de agenda. Ja. En daar wordt het ook weer een speerpunt. Ja, dat veiligheidsbeleid dat staat voor 4 jaar. Dus we hebben eigenlijk voor 4 jaar uitgeschreven wat de belangrijkste thema's voor Gouda zijn op het gebied van veiligheid. En daar hebben we een aantal prioriteiten in benoemd. Een woninginbraak is er daar één van. En voor 2017 hebben we weer een actieplan. Oh, en ieder jaar kijken we naar het jaar en schrijven we op welke acties er zullen worden ondernomen. Ja. En voor woninginbraken doen we al veel, maar gaat daar toch nog weer een schepje bovenop. We leren ook van andere gemeenten, kijken wat daar helpt. En dat proberen we dan ook weer in Gouda uit. En zo proberen we uiteindelijk dat aantal woninginbraken naar beneden te krijgen. En het hele gekke is, het gaat goed op het gebied van veiligheid in algemene zin. Tot en met november hadden we een score van -11% op het aantal misdrijven. Maar woninginbraken gaan daar niet in mee. Die blijven op een te hoog niveau. Ja, en het zijn nog altijd zoveel mogelijk hoofdzakelijk lokale daders, hebben we toch begrepen, hè? Ja, waar je in andere gemeenten ziet dat het daders van buiten zijn. In 3 van de 4 gevallen en 1 lokale dader. Zie je dat in Gouda net andersom. Ja. Er zijn van de 4 inbraken 3... inbrekers afkomstig uit Gouda zelf en één van buiten. Ja. En dat maakt het lastig om aan te pakken. Want mensen weten de weg, zijn snel weg. Precies. Dus echt op hete daad moet je zeg maar tot aanhouding komen. Wil je tot een goede zaak komen bij de rechter? Ja, want ze zijn natuurlijk ook bekend in de wijk. Ja. Dus ze vallen niet op van, het zijn vreemde jongens of meisjes die er rondlopen. Dat ze zijn het. Bekend. Op zichzelf is het niet gek dat jongens of jongens zijn in dit geval, heel meiden. Door Gouda rijden op een scooter of een brommer. Maar we vragen natuurlijk wel aan mensen, gebeurt dat nou ook op tijdstippen waarin je dat niet verwacht? 'S nachts, jongens die je toch niet zo goed uit de buurt kent. En meld dat, hè? Nou, dat is toch wel gebleken. Ja. Het verhogen van de meldingsbereidheid, vooral ook van het melden van vreemde gevallen, helpt echt. Is de meldingsbereidheid vergroot? Zeker. Ja? Ja, en een aantal WhatsApp-groepen bijvoorbeeld, waaruit blijkt dat mensen echt wat willen doen, is vorig jaar naar 85 gestegen. Dus dat begint tot bijna iets van een dekkend netwerk. Ja, ja, dat zijn is er belangrijk. Nog niet, maar het gaat heel goed. Ja. Zijn er nog andere speerpunten binnen het IVB wat gewijzigd is of aangescherpt wordt? Ja. We doen voor 2017 ook meer aan het thema ondermijning. Ondermijning, dat is een beetje een verzamelkreet. Maar het gaat met name om het vermengen eigenlijk van de onderwereld, dus van het geld dat crimineel is verdiend, met de bovenwereld. We zien ook in Gouda wel eens winkels waarvan we zeggen, ja, het heet dan een restaurant, maar er gebeuren andere dingen. Dat is gekocht, daar is een exploitatie, er wordt aan gedraaid. Maar wat is het precies? Ja. Is het toch een vermenging van die werelden? Daar gaan we meer op zitten. Ja. En dat doen we niet alleen als gemeente, want dat kunnen we niet alleen als gemeente. Dat doen we met alle partners, politie en OM, maar ook met de Belastingdienst, met UWV, met
eigenlijk iedereen die daar wat over zou kunnen zeggen. Ja, dat is een paar maanden geleden al een beetje ook gelanceerd door de politie. Kapsalons en bepaalde eetentjes en dat soort dingen die extra in de gaten worden gehouden. Ja, want daar zie je inderdaad die vermenging echt optreden. Ja. Als je daar dan komt bij dat soort winkels, dan weet je, hier zie je nooit een klant. Maar het ziet er wel duur uit. Wat is dat toch? Waar wordt hier het geld mee verdiend? Precies. Nou, daar zijn we echt in geïnteresseerd. Ja, dus daar wordt dan met allerlei instanties naar gekeken. En als daar, zodra er reden is om op te treden, bestuursrechtelijk, dat betekent wel zeggen dat ik als burgemeester iets sluit, of strafrechtelijk, hè, dat iemand voor de rechter zich moet verantwoorden en straf krijgt. Nou, dan gaan we dat doen. Ja, nou, ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. Maar daar zullen we wel regelmatig contact over hebben met de politie en zo. Zeker. Veiligheid, merk ik, is een thema dat heel veel mensen bezighoudt. Ja, mensen gauw daar. Het zal je maar gebeuren, hè, als er wordt ingebroken bij je thuis. Ja. Maar ook mensen uit de gemeenteraad. Dus ik ga ook met de gemeenteraad heel nauw optrekken om voor 2017 echt tot een hopelijke daling te komen van het aantal inbraken. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Een ander puntje, er is voor de kerst, heb ik begrepen, het Groene Hartakkoord gesloten. Ja. Kun je iets even vertellen wat dat inhoudt? Ja, zeker. Gouden werkt samen met een aantal gemeenten. In eerste instantie gemeenten rondom ons heen. Dus dat is Waddinxveen, Zuidplas, Krimpenerwaard, Bodegraven, Reewijk. Ja. Die vijf noemen we Midden-Holland. Okay. Maar we werken ook samen met Alphen aan de Rijn en met Woerden. En dan zit je al veel meer in het Groene Hart. En dat is een mooie samenwerking aan het worden. En daar hebben we nu een aantal thema's voor bedacht. En daarvan hebben we gezegd, provincie, Zuid-Holland, zou u ook mee willen doen. Kunnen wij daar een afspraak over maken? Om een aantal dingen van die agenda ook echt geen papier te laten zijn, maar echt tot uitvoering te laten komen. Waar moeten we aan denken dan? Nou, dat zijn projecten op het gebied van woningbouw. Nee, een gebied van economische ontwikkeling moet ik zeggen. Ja. Echte concrete projecten om mensen aan het werk te krijgen, om meer bedrijven naar onze regio te halen. Concrete projecten op het gebied van groen en natuur. En uiteraard ook de infrastructuur. Ja, dat is wel heel belangrijk. Een hele goede, hele concrete aanduidingen van wegen die we graag zouden willen zien. Ja. En dat is een mooi convenant, een akkoord. En daar hopen we dit jaar mee verder te gaan. Oké, maar de burger merkt daar niet direct iets van? Nou, soms niet en soms wel. Er zijn concrete projecten waar men heel snel wat van merkt. Kom kijken, bij bedrijven is er eentje. Dan zetten bedrijven op een dag of twee dagen hun zaak open. Kunnen mensen zelf binnenkomen om te kijken wat het is voor bedrijven. Of ze eventueel kunnen werken. Kom binnen bij bedrijven. Ja. Dat is echt heel leuk. En dat is een kleinschalig voorbeeld van iets wat we op groen hartniveau doen. Okay. Maar er zijn ook veel grotere voorbeelden die echt wel gaan werken voor volgend jaar. Nou, ik zeg dit jaar. Ja. Nou, ik vind het heel interessant. We gaan het nogmaals, we houden het in de gaten. En ik mag heel erg hartelijk bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan.